Het werd een enerverende zevende dag van het trainingskamp van PSV. Een dag in twee delen ook, want de spelers die geen basisplek kregen in het duel met Monaco, 's avonds, trainden 's ochtends op de gebruikelijke plek. En dat leverde overigens weer een paar mooie doelpunten op. Smiddags maakte Marcel Brands tijdens een persbijeenkomst bekend dat Jetro Willems op weg is naar een andere club en dat Marco van Ginkel opnieuw gehuurd gaat worden van Chelsea. We wilden graag en nog een middenvelder bij, Andres is vertrokken en Siem is natuurlijk weggegaan. Dus wat dat betreft was Marco natuurlijk vanaf dag 1 ook onze nummer 1 op het lijstje. Met die wetenschap speelde PSV in de sterkst denkbare opstelling tegen Monaco. De ploeg van Philippe Cocu creëerde kansen en gaf weinig weg. Het bleef 0-0. Een uitslag met perspectief, zo vond Davy Prupper, die 80 minuten speelde. Het was pittig, het was warm. Goede zuurstof, denk ik. Al met al een goede wedstrijd, denk ik. Fantastische tegenstander. We hebben aardig tegenstand kunnen bieden, denk ik. Cody Gakpo viel in, had prima acties en ook Dirk Lucassen maakte zijn eerste minuten. Als rechtsachter. Ja, zeker. Ik wil het stapje voor stapje allemaal doen. Ik ben blij met mijn eerste minuten en ik hoop op meer. Kortom, een dag om met een goed gevoel op terug te kijken. Zeker toen rond de klok van 10:30 Marco van Ginkel zich meldde in het spelershotel. Vanuit Verbier, goedenacht. Goed jongen, goed je weer te zien, man.